Mijn vriendinnen gaan allemaal uit vanavond. Maar ja, ik kan niet mee. Ik moet morgenochtend om 4 uur al op om kranten rond te brengen, zodanig dat ik mijn studies kan blijven betalen. Sinds de scheiding van mijn ouders woon ik bij mijn mama. Dat is iets dat ik echt vervelend vind. Maar het is de enige manier die voor mij haalbaar is om te studeren en te werken samen. Het is beter dan mijn vorige job alleszins, want die was van 7 uur 's morgens tot 4 uur 's nachts. Nu heb ik tenminste nog wat rust. Het is lastig om me te concentreren op school. Ik merk dat mijn gedachten op 7 andere plaatsen staan. Ik probeer om mezelf steeds te motiveren, maar het lukt niet. De andere dingen houden me zowel overdag, maar ook 's nachts bezig, waardoor ik doodop in de klas zit. Men begrijpt niet hoe stresserend het is om te proberen uit te leggen wat er omgaat in je hoofd, wanneer je jezelf niet eens begrijpt. Ik voel me slecht en alleen, zonder enige reden, ondanks alle steun en liefde. Ik kan niet weglopen, niet van mezelf, niet van mijn gedachten. Ik kan niet beslissen om mijzelf even niet meer te hoeven zien of mijn gedachten niet meer te hoeven horen. Ik kan het veel te luidruchtige gevoel en geluid dat smeekt om een pauze van alles wat er aan de hand is niet zomaar uitschakelen. Soms lijkt het veel gemakkelijker om er gewoon mee te stoppen. Mijn vriendinnen zijn echt super. Ik geniet zo van de tijd die ik met hun kan doorbrengen, maar soms twijfel ik. Ik twijfel dan zo hard aan mezelf dat ik heel onzeker word. Vinden ze me wel leuk? Doen ze niet alsof ze me leuk vinden om me gewoon niet te kwetsen? Ik heb soms het gevoel dat ik er niet bij hoor. Dan lijkt het alsof ik die groep zie staan en zie hoeveel plezier ze maken en ik aan het toekijken ben van meters verder. Ik vind het heel moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Dat is altijd al zo geweest en zeker nu ik op de hogeschool zit. Alleen allemaal nieuwe mensen en dat maakt me enkel nog banger om er niet bij te horen. Want wat als ik alleen achterblijf? Wat als mijn studententijd toch niet zo'n leuke tijd is? Sinds de eerste kleuterklas zitten we al samen op school. Al altijd zijn we beste maatjes geweest. Maar sinds een paar weken voelt het anders. Ik heb vlinders in mijn buik als ik haar zie. Ben ik verliefd op mijn beste vriendin? Wat moet ik haar zeggen? Misschien lacht ze me uit. Of erger nog, wil ze me niet meer zien. Och, misschien moet ik er gewoon niet meer aan denken en dan gaat het wel vanzelf over. Of toch niet? Ik ga mijn gedachten niet bij de les houden vandaag. Binnen 2 dagen krijgen we de resultaten van onze examens. Ik heb sinds 2 weken erg veel stress. Ik kan mijn resultaten van mijn examens zelf niet goed inschatten. Ik weet niet goed wat te verwachten en ik voel mij erg onzeker. Ook tijdens de examens kantte ik met erg veel faalangst. Thuis durfde ik niet al te veel uitspraken te doen over hoe mijn examens zijn verlopen. Sinds deze week loopt mijn moeder erg onrustig rond. Ze heeft al talrijke keren gevraagd of ik al resultaten heb gekregen, want ze hecht er erg veel belang aan goede schoolresultaten. Mijn ouders zijn altijd erg streng wanneer ik niet de gewenste resultaten behaal. Daarom verzwijg ik soms mijn resultaten van mindere testen om discussies te vermijden. Ik voel mij erg schuldig over het feit dat ik soms dingen verzwijg tegen mijn ouders.